Ik ben Riekje Hofman en in het kader van Photos That Matter heb ik op mij kunnen nemen, mogen nemen, het project De Overstap. De Overstap geeft aan dat er in 1945 het einde van de Tweede Wereldoorlog was, 15 augustus 1945. De mensen die toen in Indonesië waren, moesten een overstap maken. Een keus die niet altijd makkelijk was. Zeker voor de eerste generatie. De tweede generatie die daar al minder van wist. En de laatste, derde generatie die zich afvraagt, hoe zat dat eigenlijk? Voor dit project heb ik gesprekken gevoerd met 15 mensen. En elk heb ik hun gevraagd om een drieluik te vertellen. De situatie in Indië zoals ze die kenden en hoe het was, met inbegrip van mogelijk nare dingen. De overstap met vliegtuig of boot en hoe dat was en hoe ze dat hebben ervaren. En tenslotte hoe ze in Nederland aankwamen, wat troffen ze aan, hoe voelde dat en wat was het verschil tussen de warmte en in Nederland. Mijn verhaal zit hier. Mijn moeder met twee kinderen in een kamp om te wachten om op de boot te mogen. Op de boot, de Cameronia, en dat is heel grappig, bij al die verhalen kom je ineens mensen tegen die ook op de Cameronia hebben gezeten. En dan hier de aankomst in Baren. Nou, de aankomst, dan zijn we al een tijdje in Nederland. Dat is dus het derde pension. Ik sta hier naast een mulatti. Teken van hoop, heden, verleden en toekomst. En vooral van niet vergeten. Wat moeten we dan niet vergeten? 15 augustus 1945 was de echte bevrijding van de hele wereld. Einde van de Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Japan.